Dagelijkse woorden van God. Het werk van de laatste dagen breekt alle wetten. En ongeacht of je vervloekt of gestraft wordt, zolang je meehelpt met mijn werk en het huidige overwinningswerk tot nut bent, en ongeacht of je een afstammeling van Moab bent, of het nageslacht van de grote rode draak, zolang je de taak van een schepsel Gods in dit stadium van het werk uitvoert en je uiterste best doet, zal het gepaste effect worden bereikt. Jij bent het nageslacht van de grote rode draak en een afstammeling van Moab. Kort samengevat is iedereen van vlees en bloed een schepsel van God en door de Schepper gemaakt. Jij bent een schepsel Gods. Je zou helemaal geen keus moeten hebben en dit is jouw plicht. Natuurlijk is het werk van de Schepper vandaag op het gehele universum gericht. Van wie je ook afstamt, je bent bovenal één van Gods schepselen. Jullie, de afstammelingen van Moab, horen bij Gods schepselen. Jullie zijn alleen minder waardig. Omdat Gods werk vandaag onder alle schepselen wordt uitgevoerd en op het hele universum gericht is, staat het de Schepper vrij om te kiezen uit alle mogelijke mensen, kwesties of dingen om zijn werk uit te voeren. Het maakt hem niet uit van wie je oorspronkelijk afstamt. Zolang je één van zijn schepselen bent en zolang je zijn werk tot nut bent, het overwinningswerk en getuigenis, zal hij zonder scrupules zijn werk in jou uitvoeren. Dit doet de heersende menselijke opvattingen teniet, die inhouden dat God nooit onder de heidenen zal werken, vooral niet hen die minderwaardig en vervloekt zijn. De generaties na de vervloekten zullen immers tot in de eeuwigheid ook vervloekt worden. Ze zullen nooit kans maken op verlossing. God zal nooit afdalen en in een heidens land werken. En hij zal nooit afdalen in een vuil land, want hij is heilig. Al deze opvattingen zijn verbrijzeld door Gods werk in de laatste dagen. Onthoud dat God de God van alle schepselen is. Hij heerst over hemel en aarde en alle dingen. En hij is niet alleen de God van het volk Israëls. Daarom is dit werk in China van het grootste belang. En het zal zich toch verspreiden onder alle naties. De geweldige getuigenis in de toekomst zal zich niet beperken tot China. Als God alleen jullie had overwonnen, zouden de demonen dan overtuigd kunnen worden? Zij begrijpen niet wat overwonnen worden is en kennen de grote kracht van God niet. En pas wanneer Gods gekozen volk in het gehele universum de ultieme effecten van zijn werk aanschouwt, zullen alle schepselen overwonnen worden. Niemand is echter meer onderontwikkeld of verdorven dan de afstammelingen van Moab. Alleen als dit volk overwonnen wordt, zij die het meest verdorven zijn, die God niet erkenden of geloofden dat er een God is, zijn overwonnen en erkennen God met hun mond, prijzen hem en kunnen hem liefhebben, dan zal dat het getuigenis van de overwinning zijn. Al zijn jullie Petrus niet, jullie dragen het beeld van Petrus uit. Jullie kunnen beschikken over het getuigenis van Petrus en Job. En dat is het grootste getuigenis. Uiteindelijk zullen jullie zeggen: wij zijn dan wel geen Israëlieten, maar de vervloekte afstammelingen van Moab. We zijn geen Petrus, wiens inborst wij nooit kunnen hebben. En ook geen Job. En we komen niet eens in de buurt bij Paulus' beslissing om te lijden voor God en zijn volledige toewijding aan God. En we zijn onderontwikkeld en daarom Gods zegeningen onwaardig. Toch heeft God ons vandaag verheven. Dus moeten wij God tevreden stellen en al schieten we tekort in inborst of geschiktheid, we zijn bereid om God tevreden te stellen. Dat is ons voornemen. Wij zijn de afstammelingen van Moab en wij waren vervloekt. Dit is besloten door God en wij kunnen het niet veranderen, maar ons gedrag en onze kennis kunnen we wel veranderen. En wij zijn vastbesloten om God tevreden te stellen. Als je dit voornemen hebt, zal eruit blijken dat je getuigenis hebt gegeven van het feit dat je overwonnen bent.